In deze video bouw ik een 3D-printer om casting met een luchtfilter, extra opbergruimte en een pegboard met geprinte houders voor mijn gereedschap. Eerst gaan we terug naar 3 maanden geleden, want toen zag mijn bureau er nog zo uit. Ik startte met alles op te meten en maakte een digitale versie van mijn kamer, zodat het makkelijker is om alles in te tekenen. Alles zal ik kunnen hergebruiken. De tafelpoten vervangen de schraag onder mijn andere bureau, er komt 1 printer in de omkasting en de andere erbovenop, zodat ik aan de rechterkant meer ruimte heb om te filmen. Dit is mijn design. En zal dus deze houten latten en platen nodig hebben. Ook maak ik 1 deur in plexiglas. Nu alles getekend is, zette ik de printers aan en kon ik alle bevestigingsonderdelen printen. En er threaded inserts insmelten, zodat ik straks de platen makkelijk kan monteren. Ik startte met dit soort tapijttegels te plakken op de onderkant van een grote houten plaat. Hierdoor heb ik demping en zal ik mijn vloer minder snel beschadigen. Ik kocht verschillende latten en bestelde de populieren platen op maat. Eerst zaagde ik alle latten op maat en schuurde alles goed glad. De latten heb ik allemaal met de hand gezaagd, maar hierdoor zijn ze niet perfect recht. Daarom maakte ik deze templates. Alle gaten die in de latten moeten komen, zitten ook al op de juiste plaats, zodat ik de templates enkel juist moet oriënteren. Voor ik alles ging schilderen, zette ik het frame alvast in elkaar, zodat ik zeker was dat alles perfect zou passen. Alles zag er goed uit, dus gaf ik de latten en platen een eerste laag verf, waarna ik ze 24 uur liet drogen voordat ik er een nieuwe laag over verfde. Toen ik tevreden was met de kleur, na 2 lagen witte verf, kon ik alle gaten in de platen boren. Hier had ik ook templates voor gemaakt, zodat de geprinte scharnieren perfect zouden passen. Ook hier verfde ik 2 lagen witte verf over. Nu zijn alle onderdelen klaar en kon ik beginnen met het monteren van de omkasting. Ik monteerde alle geprinte L- en U-bevestigingen op de houten latten. Hierna monteerde ik alle setjes op de onderplaat. Maar eerst ga ik mijn huidige printerbureau leegmaken en demonteren. Want deze tafelpoten vervangen de schraag onder mijn andere bureau. En nu kon ik dan echt beginnen met het monteren van alle setjes op de onderplaat. Nu dat alle 44 op 44 mm latten gemonteerd waren, kon ik verder met het monteren van de houten platen. Ik gebruik deze korte verzonken bouten en daarvoor chamfer ik alle platen, zodat de bouten er mooi zullen invallen. De plexiglazen deur wordt bevestigd met zelfgemaakte geprinte scharnieren. De deur maakt het mogelijk om de printer gemakkelijk te bedienen. Magnetische sluitingen houden de deuren dicht. Achteraan voegde ik een houten deur toe met een inox schapje. Dit schapje werd gelaserd en geplooid bij PCBWay, wat ook de sponsor is van deze video. Ik tekende dit schap op in SolidWorks en ging vervolgens naar PCBWay.com, waar ik het bestand kon uploaden. Ik selecteerde sheet metal en vervolgens ging ik voor RVS 301. Ook uploadde ik een werktekening met info over het afwerken van het schap. Een paar dagen later kreeg ik een stevige houten kist aan met daarin het schap. De kwaliteit is perfect en alle maten komen overeen met de tekening. Ik printte deze 4 onderdelen en installeerde ze in de omkasting. PCBWay doet niet alleen sheet metal, maar ook 3D printing, CNC machining, injection molding en PCB prototyping. Ga zeker eens naar de eerste link in de beschrijving en probeer de services van PCBWay. Ook monteer ik de 7 op 44 mm houten latten op de bovenkant van de omkasting. Hier aan de achterkant heb ik een opening voorzien voor een filter, bestaande uit 2 HEPA-filters, een ventilator van 120 op 120 mm en koolstofpellets met een buitendiameter van 4 mm. De filter bestaat uit 3 geprinte onderdelen die je makkelijk kunt monteren. Ik oriënteer de ventilator met zijn voorkant naar de HEPA-filters en met de achterkant naar de kamer waar de pellets in komen te zitten. Ook maak ik een geprinte zitbeugel waar ik de filter mee kan vastmaken aan de omkasting. Ik monteerde een pegboard aan de zijkant van mijn omkasting. Vervolgens tekende ik verschillende haakjes en houders voor mijn gereedschap en kon ik deze printen en ophangen. Dit is dan het eindresultaat van de omkasting. Alle bestanden kun je gratis downloaden op MakerWorld. Like, abonneer en tot de volgende keer.